We lezen Gods woord, gemeente Genesis 20 en 21, want aan de geboorte van Isaac gaat nog vooraf een hoofdstuk waar Abraham eigenlijk ook beschaamd wordt gemaakt door een heidense koning, omdat hij openlijk gelogen heeft. En dat Sara dan door Abrahams schuld in de harem van Abimelech terechtkomt. Juist tussen die aankondiging van de geboorte en de geboorte van Isaac. Dat jaar daartussen gaat het nog bijna mis. Bijna, en toch niet. Genesis 20 en 21 tot vers 7. Daar is wel vol Gods woord in Genesis 20. Abraham trok vandaar naar het zuiderland en woonde tussen Kades en Sur. En hij verbleef als vreemdeling in Gerar. Abraham zei tot zijn vrouw Sara, van zijn vrouw Sara, ze is mijn zuster. Toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. Dat is een spannend moment. Maar God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en hij zei tot hem, zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Abimelech was echter niet tot haar genaderd. Daarom zei hij, Heere, wilt u dan echt een onschuldig volk doden? Heeft hij mij zelf niet gezegd, ze is mijn zuster? En zij ook zijzelf heeft gezegd, hij is mijn broer. Met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. God zei tegen hem in een droom, ik weet ook dat u met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. En daarom heb ik u niet toegelaten om haar Sara aan te raken. Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dat hij u zeker zult sterven, u en al wat van u is. Toen stond Abimelech 's morgens vroeg op, riep al zijn dienaren en sprak ten aanzien van hen al deze woorden. En die mannen waren zeer bevreesd. Abimelech riep Abraham en zei tot hem, wat hebt u ons aangedaan? Waarin heb ik tegen u gezondigd dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt? U hebt dingen met mij gedaan die niet gedaan mogen worden. En dat zegt een heiden. Ook vroeg Abimelech aan Abraham, wat hebt u beoogd dat u dit gedaan hebt? Daarop zei Abraham, omdat ik dacht, er is vast geen vreze gods in deze plaats. En daarom zullen ze mij omwille van mijn vrouw doden. Zij is ook echt mijn zuster. Ze is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En ze is mij tot vrouw geworden. En het gebeurde toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik tot haar zei, dit is de goedertierenheid die jij mij moet bewijzen. In elke plaats waar wij komen, zeg van mij, hij is mijn broer. Toen nam Abimelech kleinvee, runderen, slaven en slavinnen en gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. Abimelech zei, zie, mijn land ligt voor u open. Ga wonen waar het in uw ogen goed is. En tegen Sara zei hij, zie, ik heb uw broer 1000 zilverstukken gegeven. Zie, laat dat mogen dienen als sluier voor de ogen, voor u en voor allen die bij u zijn. U bent vrijgepleit. Abraham bad tot God en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat ze kinderen konden krijgen. Want de Heere had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten, vanwege Sara, de vrouw van Abraham. Hoofdstuk 21. De Heere zag om naar Sara zoals zij gezegd had, en de Heere deed bij Sara zoals zij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. En Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij lachen. Verder zei zij, wie zou Abraham hebben durven zeggen? Sara heeft zonen de borst gegeven.
Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Tot zover de lezing van het Oude Testament. Handelingen 7, 1 tot 8, tweede en laatste lezing. Handelingen 7, 1 tot 8. Handelingen 7. En de hoge priester zei, zijn deze dingen al zo? En hij, Stefanus, zei, mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Galdeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, dat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu in woont. Maar hij gaf hem daarin geen erfdeel en zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem toen hij geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit geven zou. En zo sprak God dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land en ze hen tot slaven zouden maken en slecht zouden behandelen 400 jaar. En het volk dat zij zullen dienen zal ik oordelen, sprak God, en daarna zullen ze uittrekken en mij dienen op deze plaats. En hij gaf hem het verbond van de besnijdenis. En zo verwekte hij Isaac en besneed hem op de 8e dag. En Isaac verwekte en besneed Jacob en Jacob de 12 aartsvaders. Tot zover. Hier eindigt de lezing uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord horen en dat ook in het hart zullen bewaren. Amen. Tekstgemeente voor de prediking Genesis 20 vers 2 en 21 1 tot 4. 20 vers 2, dat spannende moment waar we dan lezen. In vers 20b, in vers hoofdstuk 20 vers 2b met name. Toen stuurde Abimelech de koning van Gerar het bode en haalde Sara weg. Een dieptepunt. En dan komen we bij het hoogtepunt. Dat is 1 tot 4 van hoofdstuk 21. 1 tot 4, het hoogtepunt. De Heere zag om naar Sara. Staat er zelfs drie keer, zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara, zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Tot driemaal toe dat woord van de Heere. En Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Dus twee gedachten, dieptepunt, hoofdstuk 20 vers 2 en een hoogtepunt, 21, 1 tot en met 4. Thema, hij zal zijn werk voor mij volenden. Ondanks alle tegenslagen komt het toch goed. Dat gaan we ook zingen. Gemeente, we hoorden de vorige keer over Sara dat haar geloof weer doorbrak. Weet u nog, Hebreeën 11, door het geloof heeft zelfs Sara kracht ontvangen om boven de tijd van haar ouderdom inderdaad ook zwanger te worden en bevrucht te worden uit Abraham. Zelfs Sara, die het eerst helemaal niet kon geloven. Maar dankzij de Heilige Geest die haar vasthield, mocht het geloofsvertrouwen bij Sara toch weer doorbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Ook bij Sara. Toch zijn Abraham en Sara, leert ons Genesis 20 gemeente, nog in een hele moeilijke positie terechtgekomen voordat Sara, of kort nadat ze bevrucht werd uit Abraham, of daarvoor, dat weten we niet. In ieder geval in die tussenperiode komen ze in een hele moeilijke, penibele situatie terecht. Namelijk Abraham verhuisd naar Gerar, naar het zuiderland, waar een koning is, Abimelech. Waarschijnlijk een titel, je zou kunnen zeggen de Abimelech, de koning, een woord, een titel dus eigenlijk. En deze koning Abimelech, die inderdaad die gelooft wat Sara dan moet zeggen namens Abraham, dat hebben ze met elkaar afgesproken.
Zij is mijn zuster, zegt Abraham. Ondanks dat ze 90 jaar en oud was, was er nog een vrouw blijkbaar die er heel knap en mooi uitzag. En de koning die had een gewoonte in die tijd, het recht dacht hij ook om vreemde vrouwen die ook tijdelijk daar in het land waren, zomaar te ontvoeren en mee te slepen naar de harem. En ook Sarah wordt op bijna 90-jarige leeftijd meegesleept naar de harem van de koning in Gerar Abimelech. Sarah zegt, Abraham is mijn broer. En Abraham zegt, Sarah is mijn zuster. Een halve waarheid hebben we gelezen. Dat hadden ze met elkaar afgesproken toen ze uit Ur gingen vertrekken. Zie vers 13. Het gebeurde toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik tegen haar zei, dit is een goede tierenheid die je mij moet bewijzen. Dat kunnen we daar ook lezen. In elke plaats waar wij komen, zeg van mij, hij is mijn broer. Abraham en Sarah waren wel kinderen van Terach, maar wel beide van een andere moeder. Een halve waarheid, een hele leugen. En nu als er vreemdelingen in Gerar gaan wonen, gemeente, gebeurt er deze aangrijpende geschiedenis. Iets aangrijpends gaat er gebeuren. Abraham doet het voorkomen alsof dat Sarah zijn zuster is. In die tijd was dat nog mogelijk, wat later natuurlijk in Leviticus ook werd verboden, maar dat nu even terzijde. Dat gebeurde hier nog wel in Genesis. Wordt de koning van Gerar weggehaald en Sarah wordt gebracht in de harem van de koning. Intussen, door deze leugengemeente, brengt Abraham zich in een zeer moeilijke, onmogelijke positie. Want de Heer heeft tijdens die bijzondere visitatie, weet u nog, toen hij een jaar geleden kwam, een jaar voor de geboorte van Isaac, tijdens die bijzondere visitatie, die bijzondere proclamatie uitgesproken, over een jaar zal Sarah een zoon hebben. En in dat tussenjaar komt Sarah terecht in de harem van Abimelech. Wat moet dat nou worden? U begrijpt, de ernstige bedreiging voor de vervulling van de belofte. Over een jaar zal Sarah een zoon hebben. Hoe zal in deze situatie Abraham inderdaad, nu Sarah weg is, nog een zoon kunnen verwekken? Of zal misschien, als de zoon al verwekt zou zijn, de indruk gewekt kunnen worden dat Abimelech, daar kom ik straks nog op terug. Een spannende situatie. En bovendien, gemeente, Abimelech heeft Sarah laten weghalen. En inderdaad is het dus niet onmogelijk, het was in die tijd heel gebruikelijk zelfs, dat zo'n bijvrouw uit de harem werd gehaald en bij de koning werd gebracht. En is het niet onmogelijk dat hij eventueel seksuele omgang met Sarah zou hebben. De spanning stijgt ten top. Hoe zal dit aflopen? In ieder geval, gemeente, opnieuw een aanval op de belofte van de Heer. Een aanval op de belofte van God. Je voelt als het ware in deze geschiedenis de hete adem van de Satan. De strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Satan die stelt inderdaad, gemeente, alles, ja alles in het werk om de komst van de beloofde zoon Isaac onmogelijk te maken. Om de komst van de beloofde zoon zo mogelijk inderdaad te verijdelen. Omdat hij heel goed weet dat uit Isaac eens de grote zoon van Abraham geboren moet worden. En daarom zal de Satan proberen om dat onmogelijk te maken. Een satanische aanval. Sarah zit in de harem. Gescheiden van Abraham. En ze moet inderdaad over een jaar, dat tussenjaar dus, over een jaar zal ze een zoon krijgen. Ik zal vijandschap zetten, had de Heere gezegd na de zondeval. Maar de duivel die denkt, dat grote zaad van Abraham mag niet komen. En Satan schijnt het bijna gewonnen te hebben. Sarah in de harem, gescheiden van Abraham. Daarachter inderdaad dus de strijd, die voortdurende strijd, het hele Oude Testament doorgemeente, tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Ook bij Esther, bij de mogelijke omkomen van het Joodse volk wat uitgeroeid moest worden. Steeds weer die strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. En de Satan schijnt het ook hier inderdaad bijna gewonnen te hebben. Als de Heere niet had ingegrepen, de Heere gemeente inderdaad, de Heere wacht over Abraham en Sarah. Hij schijnt het bijna gewonnen te hebben. Ware het niet dat God op een wonderlijke wijze ingrijpt.
In een nachtelijke droom komt de Heere bij Abimelech, de Abimelech, de koning dus. En hij zegt tegen de Abimelech in vers 3, u gaat sterven. Een nachtelijk gezicht, een verschijning aan een heidense koning in Gerar. Hij verschijnt aan de Abimelech, u gaat sterven. Vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd, zegt de Heere. En neemt u dus daarmee op ook voor Sara en voor Abraham, met een man getrouwd. Dat klinkt heel duidelijk. God komt tussen beide gemeenten om Sara te ontzetten. Om te voorkomen dat Abimelech Sara zou aanraken. In deze episode dus inderdaad wordt sterk benadrukt dat Sara geen enkele seksuele omgang met Abimelech heeft gehad. Daar heeft de Heere inderdaad, dat heeft de Heere voorkomen. Als dat wel zo geweest zou zijn, dat ze wel tot haar genaderd was, die Abimelech, in lichamelijk en seksueel opzicht, dan zou nog gezegd kunnen worden dat straks eventueel Abimelech de vader zou zijn van haar kind. Maar die mogelijkheid wordt definitief uitgesloten. De Heere grijpt in door een wonderlijke droom, een nachtelijke droom. Hij wordt bedreigd met de dood, de Abimelech. En de Heere grijpt in en Abimelech, staat er in vers 4, daar zorgt de Heere voor, was echter niet tot haar genaderd. Heeft geen enkel lichamelijk contact met haar gehad, ze nog niet eens aangeraakt. En daarin zien wij de wonderlijke leiding van de Heere gemeente. De Heere waakt over Abraham en Sara. En hij zorgt ervoor dat ondanks Abrahams feilen en falen, zijn werk inderdaad niet verijdeld wordt. Ondanks die kronkelweg die Abraham en Sara samen ingeslagen zijn. Hij is mijn broer en zij is mijn zuster. Ondanks die kronkelweg trekt de Heere die gouden draad van zijn verbondstrouw toch door. Zijn trouw ook aan Abraham nooit gekrenkt, gemeente. Ze zorgt er voor dat Sara, de koning van Gerar, met zijn handen van Sara af zal blijven. De Heere neemt het nauw met de huwelijkstrouw. Dat is ook een belangrijk gegeven. De Heere neemt het nauw met de huwelijkstrouw. Want zevende gebod, dat komt pas in Exodus 20. Dat is pas veel later. Maar hier zie je eigenlijk al het zevende gebod. Jij moet met je handen van die vrouw afblijven. Want ze is met Abraham getrouwd. Zij komt aan jou niet toe. Stuur haar terug. Hier is het zevende gebod in het geding. Dat mag duidelijk zijn. God neemt het nauw, gemeente, inderdaad. Ondanks die kronkelweg, hij neemt het nauw met de huwelijkstrouw. Nu dan, geef de vrouw van die man terug, lezen we. Hij is een profeet, dan kunnen we de volgende verse lezen, gemeente. In vers 7, hij zal voor u bidden, dus Abraham is een profeet. Hier wordt voor de eerste keer in de Bijbel iemand een profeet genoemd. En de eerste profeet in de Bijbel is Abraham. Het staat er zwart op wit. Hij is een profeet. Hij zal voor u bidden. Hij zal voorbeden doen. Hij heeft voorbeden gedaan voor Lot en voor Sodom, weet u wel. Lot die in Sodom zat. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Maar als u haar niet teruggeeft, vers 7, dan zult u sterven. Koning Abimelech. Ondertussen, gemeente, een beschamende vertoning, wordt de vader van alle gelovigen ter verantwoording geroepen. En daar staat inderdaad de vader van alle gelovigen, Abraham, tegenover die koning van Gerar, die heidense koning. En dan zegt die heidense koning nota bene tegen die gelovige Abraham, wat heb jij mij aangedaan? Nou, dan sta je er mooi op. U kunt de toepassing wel maken. Als u kerkelijk bent, een christen bent, en mensen uit de wereld moeten tegen u zeggen, dat had ik nou helemaal niet van jou verwacht dat je zulke dingen zou doen. Dan staat er toch mooi op? Ja, juist niet mooi op. U begrijpt het wel. Wat hebt u ons aangedaan? Vers 9. De vader van alle gelovigen wordt door Abimelech als een leugenaar ontmaskerd. Jij hebt gelogen, Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen, die staat te liegen en te bedriegen. Een pijnlijk moment voor Abraham, dat die heidense koning hem tot de orde moet roepen. Dat had ik van u niet verwacht, Abraham. Ja, dat was ook Abraham, gemeente. Hij was ook een mens, niet om het goed te praten, maar dit staat ook in de Bijbel van Abraham. Daaraan kun je zien, zei iemand, dat de Bijbel een echt boek is.
Want allerlei andere geschiedenisboeken zouden al deze verhalen, deze geschiedenissen, met opzet weggelaten worden. Om de held te eren. Maar de Bijbel tekent ook eerlijk het feilen en falen van de vader van alle gelovigen. Een teken dat de Bijbel dat eerlijk beschrijft. Met een getuigenis voor de betrouwbaarheid van het woord Gods. Een pijnlijk moment voor Abraham. Gemiddeld staat hij voor die koning van de Abimelech. Abimelech stelt zich eerlijk en rechtschapen op. Inderdaad, de handelingen van de koning geven duidelijk aan dat deze koning inderdaad zich bedrogen voelt. Zo heeft dus de Heere op een wonderlijke wijze ervoor gezorgd, gemeente, dat Abimelech Sara niet tot zijn vrouw genomen heeft. De Heer heeft alles nog kunnen voorkomen. Het is door het oog van de naald gegaan. Ja, door het oog van de naald. De spanning steeg ten top. Dat je zou denken, wat ik al zei, moet er nou ooit nog iets terechtkomen van de vervulling van de belofte van de Heere. Nu Sara in de harem van de Abimelech van Gerar terechtgekomen is. En dat alles door de schuld van Abraham en Sara zelf, die voor de tweede keer in dezelfde leugen vervallen. Ze hebben het ook al gedaan in Genesis 12 bij de farao. En nu gebeurt het opnieuw bij de koning van Gerar. Ze is mijn zuster. Wat hebben ze zich opnieuw in de problemen gewerkt, gemeente. Als de Heer in zijn voorzienige leiding niet ingegrepen had, dan was er niks van terechtgekomen. Maar hij waakte over Abraham en Sara. En hij staat voor de vervulling van zijn belofte in. Over een jaar zullen Abraham en Sara inderdaad een zoon hebben. Maar wat heeft zich in dat laatste jaar dus tussen die aankondiging en de geboorte van Isaac nog een enorm spannende geschiedenis afgespeeld. Een bijna dramatische gebeurtenis die God op het laatste nippertje, het laatste moment nog ten goede heeft gekeerd. De Heere blijft trouw aan zijn verbond, gemeente. En hij zorgt inderdaad ook voor dat Sara weer met Abraham verenigd wordt. Dat lezen we namelijk in vers 14b. Leest u maar mee. Toen nam Abimelech kleinvee, runderen, slaven en slavinnen. En dan gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw, Sara, terug. Ze worden opnieuw herenigd, Abraham en Sara. En het is opvallend, gemeente, dat de Heer ook het oordeel van Abimelech en van de vrouwen van Abimelech en de slavinnen ook wegneemt. De onvruchtbaarheid bij de vrouw van en de slavinnen neemt de Heer weg. Dat ze weer kinderen kunnen krijgen, vers 17 en 18. Want de genezing van Abimelech en het herstel van zijn vrouw en zijn slavinnen onderstreept dus Gods macht over de vruchtbaarheid. God had hen gestraft met onvruchtbaarheid, omdat hij Sara had opgenomen in de harem. Maar die straf, die onvruchtbaarheid, wordt weer weggenomen. En zo wordt ook de weg gebaand in de vertelling naar de komende geboorte van Isaac. Zo zien we dus, gemeente, in deze geschiedenis de wonderlijke leiding van de Heere. En zien wij dat de Heere, de Satan, een slag voor is. En die satanische aanval op het komende vrouwenzaad is door de Heere op het laatste moment afgeslagen. De Heere heeft ingegrepen, want het wonder zal plaatsvinden. Over een jaar zal Sara een zoon hebben. Na het dieptepunt, gemeente, volgt het hoogtepunt, wat we dan hoofdstuk 21 nu gaan betrekken, gaan lezen. Hoofdstuk 21, de tweede gedeelte, vers 1 tot en met 4, het hoogtepunt. Ik zei het al bij de tekstlezing, tot driemaal toe kunt u dat hier lezen. De Heere deed wat hij gezegd had. En dan lezen we zo mooi, leest u maar mee in het begin van hoofdstuk 21, deze tekstwoorden. De Heere nu zag om naar Sara, zoals hij gezegd had. En de Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Dit is een belangrijke uitdrukking die hier staat, gemeente. Namelijk, er staat, de Heere deed zoals hij gezegd had, in vers 1. Je kunt ook vertalen, de Statenvertaling vertaalt, dat kan ook, met bezoeken. Je kunt bezoeken in de positieve zin opvatten, in de negatieve zin. Hier natuurlijk in de positieve zin. Maar je kunt ook vertalen, de Heere nu zag om naar Sara. En datzelfde vind je ook bij Jozef. Als Jozef het einde van het boek Genesis, gemeente, kunt u dat lezen. In Genesis 50, helemaal aan het einde van dit boek gekomen. Jozef gaat sterven.
dan kom je deze uitdrukking ook tegen. Namelijk in Genesis 50, vers 24. Ik ga sterven, zegt Jozef tegen zijn broers, maar God zal zeker naar jullie omzien. Dus in de positieve zin. En jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. God zal zeker naar u omzien. Dezelfde uitdrukking, hetzelfde grondwoord. En hier vind je dat dus ook. En diezelfde uitdrukking vind je ook bij die wonderlijke geschiedenis van Hanna. 1 Samuel 2 vers 21. Inderdaad zag de Heere naar Hanna om. 3 keer al dus. Hier in de tekst, bij Jozef, Genesis 50, en bij Hanna. De Heere zag naar haar om. En dat betekent eigenlijk bijzondere aandacht schenken aan Jozef, aan zijn broers, aan Hanna en hier aan Sara. De Heere zag om naar Sara, zoals hij gezegd had. Gemeente, let wel, ongewoon en indrukwekkend staat hier de Heere inderdaad voorop. De eerste woorden zijn namelijk in de tekst, in hoofdstuk 21, de Heere, met 5 hoofdletters, geschreven. Jawe, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere nu zag naar Sara om, zoals hij gezegd had. En de Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. En dan nog een keer in vers 2b, dat op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had, wordt tot 3 keer dat spreken van de Heere benadrukt. In vers 1, 2 keer en in vers 2 ook nog een keer. Tot 3 maal toe om die beloften te laten zien van de betrouwbare God. Wonderlijk, gemeente. Sara wordt zwanger en baart Abraham een zoon in zijn ouderdom. Je kunt je het bijna niet voorstellen. Daar zie je ze nou beide staan bij de wieg, of hoe het ook geweest is in die tijd. In die tent, die vrouwentent van Sara. De dag van de geboorte is aangebroken. Je hoort daar een klein jongetje huilen en daar staan ze nou beide, die oude Abraham, 100 jaar. En Sara, 90 jaar, met het kindje Isaac in de armen. Onvoorstelbaar. Sara die heeft gelachen, maar nu van geloof. De Heere heeft me een lachen gemaakt. Wie had dat ooit kunnen denken? Dat deze twee bejaarde mensen nog vader en moeder zouden worden. En 25 jaar geleden heeft de belofte geklonken tot Abraham. Ik zal u tot een groot volk maken. En u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 25 jaar geleden klonk de belofte, gemeente. En Sara die was onvruchtbaar. En pas 25 jaar later wordt de belofte van de Heere heerlijk vervuld. Want zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Ze hebben lang moeten wachten. Ze werden heen en weer geslingerd. En nu, daar ligt hun zoon in de armen van de oude Sara. In de tent van Sara. Nee, niet Ismaël is de zoon van de belofte. Ismaël is de zoon van de berekening. Daar hebben ze zelf maatregelen getroffen. Maar er staat met nadruk, gemeente, in de tekst. In vers 3a. In vers 2a. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Toen het niet meer kon. Toen het onmogelijk was. En er staat er nog bij in vers 2, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Weet u nog, een jaar geleden had de Heere gezegd, over een jaar zal Sara een zoon hebben. Op de vastgestelde tijd zal ik terugkomen, had de Heere gezegd. In hoofdstuk 18 vers 14, op de vastgestelde tijd over een jaar kom ik terug. En nu is dat jaar voorbij. En nu is die vastgestelde tijd aangebroken. Dus deze uitdrukking in vers 2b, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had, die slaat terug op 18 vers 14, waar het ook zo staat. Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Wonderlijke woorden, gemeente, van de Heere. Ziet u, gemeente, dat de Heere nu altijd op tijd komt? Toen Sara en Abraham de slavin Hagar gingen inschakelen, liepen ze op de Heere vooruit en konden ze niet langer wachten. Integendeel. En zij moesten inderdaad ook, wij en moeten ook, gemeente, Abraham en Sara en ook wij moeten steeds weer leren
De Heere komt niet op onze klokkentijd, wat iemand schreef. Hij komt nooit op onze klokkentijd, dat je de klok op gelijk kunt zetten, dat je het zelf uit kunt rekenen. De Heere komt niet op onze klokkentijd, maar hij komt wel, gemeente, op zijn belofte tijd. Hij komt precies op tijd, op zijn tijd. En vaak op het moment van de onmogelijkheid. Waar u, gemeente, in het nulpunt terechtgekomen bent, in de onmogelijkheid terechtgekomen bent, dan komt dat nou precies uit. Een jaar na dat bijzondere hemelse bezoek is er grote vreugde bij Abraham en Sara. Vers 2. Ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Nu is de geboorte van ieder kindje, ook in Nabijeland, is natuurlijk de geboorte van ieder kindje natuurlijk heel bijzonder. Dat begrijpt u steeds. Een wonder als een kindje, een welgeboren, welgeschapen jongetje, meisje, uit Gods scheppende hand ontvangen mag worden. Maar zeker, gemeente, dit kind, Isaac, het kind van de belofte, door alle menselijke onmogelijkheden heen is hij geboren. Toch geboren uit twee bejaarde mensen, 90 en 100 jaar oud. En zo vervult de Heere zijn belofte. Nee, de Heere, zegt het bekend spreekwoord, de Heere vervult niet al onze wensen. Maar hij vervult wel, gemeente, al zijn beloften. Hij gedenkt aan zijn verbond. Zijn verbond is vaster dan de bergen. Bergen mogen wijken, heuvelen mogen wankelen. Maar mijn verbond, het verbond van mijn vrede, zal niet wankelen, spreekt de Heere van de legermachten. De Heere zag om naar Sara en hij deed wat hij gezegd had. Isaac, het kind van het wonder, geboren uit de onmogelijkheid. Maar weet u nog, zou bij de Heere iets te wonderlijk zijn? De geboorte van Isaac, gemeente, het kind van het wonder. God maakt zijn belofte waar. En het is nog steeds waar, ook vandaag. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. En de gouden draad van Gods verbondstrouw wordt doorgetrokken. Van Abraham naar Isaac, van Isaac naar Jacob, de geslachten door. Hij houdt getrouw zijn woord. En dan komt de naamgeving in vers 3. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was de naam Isaac. Er wordt vaak gezegd, en ik heb het ook wel eens gezegd, maar toch klopt het niet helemaal, dat er maar twee namen in de Bijbel zijn van wie de naam al voor de zwangerschap bekend was. Natuurlijk Johannes de Doper, hè? En de Heer Jezus. Dat wordt vaak gezegd, twee namen. Maar de naam van Isaac stond ook al vast voor de zwangerschap. Dus drie. Even een correctie, ook op mezelf. Drie. Johannes is zijn naam, Jezus is zijn naam, Isaac is zijn naam. Al voor de zwangerschap was de naam bekend in de hemel. Kunt u lezen, gemeente, want de naamgeving, Abraham gaf zijn naam, de zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En in hoofdstuk 17 lezen we namelijk, als dan de Heere zegt dat hij een zoon zal krijgen, Heere, mag Ismaël alstublieft leven voor uw aangezicht. Ik heb toch al een zoon, mag Ismaël het zijn, de zoon van de berekening. En dan zegt de Heere, gemeente, in hoofdstuk 17, kunt u nalezen, hoofdstuk 17 vers 18 en 19, in dat verband tegen Abraham, hoofdstuk 17 vers 18 en 19... Niet Ismaël, integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren. En u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Dus de naam stond al lang bekend voor de zwangerschap, Isaac. Hij die lacht, prachtige naam, die naamgemeente komt uit de hemel. Abraham en Sara hebben jongens en meisjes echt niet hoeven na te denken. Welke naam zullen we nou eens gaan geven? Weet u wel? Nou ja, dus gaat het toch vaak, en dat mag ook, als een vader en moeder een kindje verwachten. Als het nou een jongetje is, hoe zullen we hem dan gaan noemen? Nou ja, gaan we hem vernoemen of wat gaan we doen? En als het nou een meisje is, hoe zullen we dan dat meisje gaan noemen? Nou ja, daar hebben Abraham en Sara echt niet over in hoeven te zitten, want de naam stond al lang bekend.
die was in de hemel vastgesteld. U zult zijn naam noemen Isaac. Dat is een hele bekende uitdrukking. U zult zijn naam noemen Johannes. U zult zijn naam noemen Jezus. Juist bij die hele bijzondere gebeurtenissen staat de naam vast in de hemel. Deze naam was in de hemel vastgesteld door de Heere zelf. Isaac, een naam. De naam was vast, stond vast. Abraham noemt zijn naam Isaac. In gehoorzaamheid aan de Heere die gezegd had, zo zal zijn naam ook zijn. De naam van Isaac. Wonderlijk gemeente. Deze tekst in vers 3. In het Hebreeuws staat er letterlijk dit. Ik zal het letterlijk even vertalen. Dan maak ik het nog wat scherp. In het Hebreeuws staat er deze volgorde. En noemde Abraham de naam van zijn zoon, de geborene aan hem, die baarde aan hem Sara, Isaac. Hij die lacht. Ze hebben gelachen die dag, maar dan van geloof. Heilige lach. Dat over de volgende keer meer. Geloofsvreugde, geloofsblijdschap, gemeente. Abraham roept de naam van zijn zoon uit. Want er staat namelijk, er staat Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En dan staat er eigenlijk, gemeente, in het Hebreeuws, hij heeft die naam uitgeroepen. Dat werd niet zachtjes gefluisterd. Hij heet Isaac, hè? Heel zachtjes. Hij heet Isaac. Nee, die naam werd luid uitgeroepen. Isaac is zijn naam. Het werd uitgeroepen in de tent van Sara. De aankondiging, gemeente, werd de naam uitgeroepen, luid uitgeroepen. Isaac betekent dus hij lacht of men lacht. U weet, Sara had gelachen bij de aankondiging, hoofdstuk 17. En nou, ze kon het echt niet geloven. Abraham heeft gelachen bij de aankondiging, hoofdstuk 17. Sara heeft gelachen bij die aankondiging in hoofdstuk 18. Zou ik nog een zoon krijgen in de ouderdom? Zou ik nog liefdesgenot hebben? Onmogelijk. Straks gaat Sara weer lachen. Maar dan zegt ze, God heeft mij een lachen gemaakt. Dat is een gelovig lachen, gemeente. Wat we lezen inderdaad in vers 7, in vers 6 en vers 7. God heeft mij doen lachen. En dan vindt de besnijdenis plaats op de 8e dag na de geboorte van de kleine Isaac. Een bijzondere dag. Je zou kunnen vergelijken met je doopdag. Ieder het Joods jongetje weet de dag dat hij besneden werd. Op de 8e dag na zijn geboorte, dan worden ze besneden. En daarom is het ook wel belangrijk om je doopdag te weten. Niet dat dat je zaligheid van die datum afhangt. Dat snapt u ook wel, gemeente, dat begrijpt u wel. Maar wel dat je weet dat op die datum God zijn verbond aan u, aan jouw voorhoofd, heeft bevestigd. Isaac wordt besneden op de 8e dag na zijn geboorte. Bloedige ingreep toen, zeker. Er komt een mes aan te pas, dat weet u. Maar de besnijdenis was door de Heer ingesteld in hoofdstuk 17, vers 12. En de besnijdenis is een teken van Gods verbond. En Isaac draagt nou het teken van het verbond vanaf zijn 8e levensdag. Besnijdenis is een eigen lichaam aangebracht. Een teken van Gods verbond. Geen vaster grond dan Gods verbond. De kinderen in de kerk weten wel, jullie weten wel jullie verjaardag, denk ik, hè? Welke dag ben je jarig? Dat weet je zo natuurlijk, hoef je niet. Daar moet ik een poosje over nadenken, dominee, dat weet ik niet precies, hoor, dat weet ik niet. Nou, dat weten jullie zo te zeggen, jullie verjaardag. Maar er was een keer een dominee die zei in dit verband, we weten precies de datum van onze verjaardag. En de datum van je doopdag, die weet je nog niet eens. Daar klopt iets niet, daar klopt iets niet. Of klopt dat wel? Je weet de datum van je geboorte, je verjaardag, doop, nou ja, moet ik de doopkaart eens opzoeken, hoor. Ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten. Want die dag van je doop is minstens even belangrijk als de dag van je geboorte. Wanneer ben jij gedoopt? Zoek je doopkaart eens op straks als je thuis komt. Misschien hangt die wel boven je bed. Je bent gedoopt op die en die dag in dat jaar. Het teken van het verbond, de besnijdenis bij Isaac. Bij ons gemeente zegt het doopformulier, omdat in de plaats van de besnijdenis, de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is.
Het bloedige sacrament werd vervangen, het oudtestamentische sacrament van de besnijdenis werd vervangen door het onbloedige sacrament van het nieuwe verbond, de doop. Omdat Jezus bloed gestroomd heeft op de kruispaal, mag er daarna geen druppel bloed meer vloeien. Want ons Pascha is voor ons geslacht en is voor ons als christenen uit de heidenen de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Je weet je verjaardag, vergeet niet je doopdag. Die mag je gedenken. Die mag je gedenken. Nou ja, misschien ben je 5 jaar nu of 6 jaar in de kerk. Je bent 1 jaar of 6, 7 geworden. En als je vader en moeder dan zeggen, nou ja, dat weten zij natuurlijk. Dan leggen zij op je doopdag een kaartje, je doopkaart misschien, naast je ontbijtbordje op de tafel. En dan kom je 's morgens beneden. Waarom ligt nou mijn doopkaart naast mijn bord? Papa, mama, waarom ligt nou mijn doopkaart naast mijn ontbijtbordje? Omdat vandaag jouw doopdag is. Die gaan we vandaag gedenken. Die mag je vieren. Nou, dan krijgt de doop wel meer betekenis, dacht ik, hè? Dan krijgt de doop wel meer betekenis. Want de doop geeft hoop. Goed onthouden. We vieren onze verjaardagen en wij vergeten onze doopdagen. Daar klopt iets niet, gemeente. Dat kunnen we corrigeren, toch? Dat kunnen we toch corrigeren? De dag van de besnijdenis, de 8e dag, de dag van uw doop, 3-4 weken na je geboorte. Het teken van het verbond, bevestiging van het verbond in de heilige doop. Isaac, het kind van het wonder. Abraham en Sarah hebben het kind van de belofte gekregen, gemeente. Wat een vreugde in de tent. Je hoort daar een klein jongetje huilen en krijsen in de wieg bij Sarah in de vrouwentent. Wie had dat nou ooit kunnen denken? Wie had dat ooit kunnen denken? God is een waarmaker van zijn woord. Hij heeft zijn woord is altoos betrouwbaar. Het wordt volbracht tot in het 1000ste geslacht. Dit wonderkind is een teken van Gods trouw en genade. Tegen alle menselijke berekening, tegen alle menselijke verwachting in, zijn Abraham en Sarah vader en moeder geworden van Isaac, de zoon van de belofte, uit wie de Christus geboren zal worden. Dat is de grote gouden draad in deze geschiedenis. Opdat de lang beloofde Messias eens komen zal. En men noemt zijn naam wonderlijk. Isaac een wonderkind. In Jesaja 9, de aankondiging van Immanuel. Men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, eeuwige Vader. Zo ziet Sarah daar in de wieg als over de wieg staat gebogen. Dat kleine jongetje daar ziet spartelen in de wieg, die kleine Isaac. Hij die lacht. En dat kleine jongetje ziet ze zo. De afspiegeling van het grote zaad van Abraham. De komende Messias die straks Davids troon zal beklimmen. En gemeente, dan weet Sarah ook. En dan weet Abraham ook. Nu God zijn belofte gaat vervullen in het begin. Nu komt het begin van de vervulling, dan zal hij het ook helemaal afmaken. Tot op de komst van de Heer Jezus Christus. Als hij begint, dan zal hij het ook voltooien. Want hij laat niet los, heilshistorisch gezien, in de lijn van de geslachten het Oude Testament door. Hij laat niet los wat zijn hand hier in de tent van Abraham begon. Hij maakt het af. Tot op de dag van de komst van Christus, dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welken is Christus de Heere, het kind van Bethlehem. Wat geeft dat een vreugde, een heilige lach. Gemeente, wat nou voor in het heilshistorisch opzicht geldt ten slotte, dat doet de Heere ook zo in ons eigen leven. Als God in je leven komt, als die in je hart komt, dan doet hij dat vaak op de wijze van het wonder. Het valt niet uit te rekenen. Nu zal die morgen wel komen. En morgenmiddag om 3 uur dan wordt het wel opgelost. Nee, zo werkt dat niet. Dan ga je het zelf uitrekenen. Weet u nog aan die uitdrukking van Kolbrugge? God komt niet op onze klokkentijd, maar op zijn belofte tijd. Dat is een heel verschil. Niet op onze klokkentijd,
Maar op zijn belofte tijd, dan komt hij vaak onverwacht en ongedacht. Een verrassend God. Als je uitgeteld bent, uitgerekend bent, dan komt hij vaak, dan komt hij vaak. Waar u vastloopt in uzelf, dat alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Waar u vastloopt in uzelf. Waar alle menselijke mogelijkheden bij de handen afgebroken worden. En waar je bij jezelf alleen maar vuilheid en onreinheid en zonde en schuld tegenkomt. En zegt, Heer, er komt van mijn kant niks van terecht. Ik ben helemaal uitgestudeerd en uitgeredeneerd. Daar komt hij over, verrassend en onverwacht. En zegt hij, laat u zo vuil en zo vies als u bent zakken op mijn lam. En tenslotte, dat zei de Heer een keer in hem toen Koolbrugge met een preek bezig was. Een heel bekend fragment, misschien kent u het wel. En toen zei de Heer tegen dominee Koolbrugge toen hij zo met zijn preek bezig was. Koolbrugge, ben jij met mijn lam tevreden? Dat is een belangrijke vraag, hè? Niet heb je van dit beleefd en dat meegemaakt. Dat vroeg de Heer niet. Bent u met mijn lam tevreden? Dat is de vraag. Koolbrugge antwoordde. Heren, ik ben volkomen tevreden met uw lam. Niets erbij, niets eraf. Toen zei God, dan ben ik met u tevreden. Bent u met mijn lam tevreden? Dan ben ik met u tevreden. Kus de zoon. Van ouds, reeds in Genesis 21, van ouds u toegezegd. Amen.